In de komende lezingen willen we samen stilstaan bij 7 gemeentes. 7 brieven die geschreven zijn aan 7 specifieke gemeentes. En terwijl ik deze lezing met jullie deel, reizen wij als gezin langs die 7 gemeentes om daar een indruk te krijgen hoe het daar geweest is en hoe het daar nu is. En het is goed om met elkaar stil te staan bij die boodschap die de gemeentes hebben ontvangen. Want het is niet zozeer een brief gericht alleen aan de specifieke gemeente in die tijd. Nee, het zijn brieven die vandaag de dag nog heel veel tot ons te zeggen hebben. En dan openen we Openbaring, het 2e hoofdstuk. In het 1e hoofdstuk, daar lezen we dat Johannes daar is op het eiland genaamd Patmos. Hij is daar verbannen vanwege zijn geloof. Je zou kunnen zeggen geloofsvervolging. En terwijl hij daar zit, krijgt hij een openbaring van de Heer Jezus Christus zelf. Die hem gaat tonen de dingen die haast zullen geschieden. We kunnen het even lezen in het 9e vers. Ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk aan Efeze en aan Smyrna en aan Pergamus en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. Nou, dit is de opdracht die Johannes krijgt van de Heer Jezus Christus zelf. Hij is daar op de dag des Heren. Hij krijgt als het ware een zicht over die dag van het oordeel die komen gaat. En een specifieke opdracht om op te schrijven en te zenden aan de gemeentes de boodschap van de Heer Jezus Christus. Nou, de eerste gemeente is de gemeente van Efeze. Dat was de 2e grootste stad van het toenmalige Rijk. Na Rome de grootste stad in het Romeinse Rijk. En nou, zo gaan we op reis langs de 7 gemeenten van Klein-Azië, liggend langs de handelsroutes. En dan gaan we met elkaar lezen deze brief gericht aan Efeze. Laten we samen luisteren naar de woorden die de Heer Jezus heeft doorgegeven. De brief aan de gemeente van Efeze, Openbaring 2 vanaf vers 1. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Ja, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Vandaag mogen wij onze oren openen. Mogen we zeggen, Heere, spreek door uw woord en spreek door uw geest tot mij. Onderwijs mij en leid mij. Omdat ik weet wat uw heilige wil is voor mijn leven. En voor de wereldwijde gemeente
Lieve mensen, als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dan zijn wij lid, dan zijn wij een onderdeel van de wereldwijde gemeente. En die gemeente, die is ook opgesplitst, zonder dat daar werkelijke splitsing is, in gemeentes die plaatselijk bij elkaar komen. En wat een zegen als we zo'n plek hebben gevonden, een geestelijk thuis, waar we als broeders en zusters bij elkaar zijn, samen het woord onderzoeken, samen ons leven delen, onze getuigenissen delen, om God groot te maken, Hem te danken in het besef dat we Hem nodig hebben, bij iedere dag, bij iedere handeling, om samen het goede voor elkaar te zoeken. Efeze, een gigantisch grote stad. Ik zal jullie wat beelden tonen om ook een beetje een indruk te krijgen van hoe groot de stad is. De tempel van Artemis, bekend als de Diana der Efezeren. De Diana van de mensen in Efeze. Zij was de godin van de jacht, maar ook van de vrouwen. Ook van de prostitutie. Veel onreinheid vond er plaats daar rondom die tempel. Mensen kwamen van heinde en ver. Het was een stad vol onreinheid en afgoderij. Maar ook een stad waar veel wijsheid was. Kopkennis zouden we kunnen zeggen. Een van de grootste bibliotheken kunnen we vinden in Efeze. Althans wat daarvan overgebleven is. Zo ook het grote theater. Het theater wat we kennen uit de vorige lezing. Waar Paulus in Efeze was. Daar het evangelie predikte. En waar een Demetrius, de zilversmid, in opstand kwam. Hij zag dat zijn gewin, zijn inkomsten, schade konden lijden vanwege de boodschap die Paulus bracht. En zo werden ze meegevoerd naar het theater. Waar klonk de stem van het woedende volk. Groot is de Diana der Efezeren. Nou, daar stonden ze, de mannen die niet wilden buigen. De mannen die een hart hadden voor de evangelieboodschap. Waarom? Omdat ze zelf gegrepen waren, omdat ze de kracht ervan hadden leren kennen in hun eigen leven. En die werden ze gedreven door die eerste liefde. Hoe groot is onze God? Als Hij ons hart met liefde vervult, dan is het niet moeilijk om trouw te zijn. Lieve mensen, we hebben het nodig om voortdurend aangesloten te zijn aan de bron. Om voortdurend bij de Heere te zijn. Daar mogen we niet van afwijken. De Heer Jezus zegt, indien gij lieden in mij blijft, gelijk ik in u, dan zult gij veel vrucht dragen. Hij is de goede herder. Nou, we vinden oude straten. We vinden gigantisch veel marmer. Zoals ook het marmer waar ik hier nu op zit. Het leek wel onuitputtelijk. Als je door dit land rijdt, zie je ook overal in de bergen grote groeven waar marmer werd gewonnen. En ook tot op de dag van vandaag wordt gewonnen. Lieve mensen, Efeze was nou niet bepaald de plek waarvan je zegt, ja, hier was alles in lijn met het woord van God. Nee, maar te midden van dit goddeloze Efeze is een gemeente. Daar zijn mensen die de Heer Jezus Christus lief hebben gekregen. En aan hen wordt deze brief geschreven. We gaan hem vers voor vers langs. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Of aan de boodschapper. Kunnen we ook lezen. We kunnen zeggen de oudste of de boodschapper. Hij die de boodschap die hier de Heer Jezus via Johannes naar de boodschapper zendt, weer door moet geven aan de gemeente. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden de zeven gouden kandelaren wandelt. Wat wordt hier bedoeld? Wel, als je voor jezelf het eerste hoofdstuk leest, dan krijgen we daar een beeld te zien van wie de Heer Jezus Christus is. Hoe hij ons daar als het ware geschilderd wordt. Nou, één van deze typische kenmerken is dat hij de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden de zeven gouden kandelaren wandelt. Die zeven sterren, dat zijn dus die zeven engelen van de gemeentes. De zeven oudsten van de gemeente. Die houdt de Heer Jezus Christus in zijn rechterhand. En hij is in het midden van de gouden kandelaren. En wat zijn dat? Dat is de gemeente. Daar hebben we dus die zeven gemeentes met die zeven oudsten. Christus zelf wandelt daar, te midden van die gemeentes. Lieve mensen, wat een troost is dat de Heer Jezus Christus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En wij mogen onszelf steeds onderzoeken. Zijn wij in de naam van Jezus vergaderd? Kan Hij in ons midden zijn?
Als hij hier op de aarde rondwandelde en hij kwam bij ons in de gemeente. Hoe zou hij dat beoordelen? Hoe zou hij het waarderen? Leven wij overeenkomstig zijn heilige wil? Overeenkomstig zijn woord? Staat hij centraal in de woorddienst? Staat hij centraal in ons leven? Hebben wij hem boven alles lief? En mogen we zo de wil van God de Vader vervullen? De Heer Jezus Christus heeft gezegd: deze gelieden volmaakt, gelijk mijn hemelse Vader volmaakt is. En dat, lieve mensen, mogen wij in praktijk brengen. Hoe dan? Door te buigen voor God. Door onszelf geheel aan hem over te geven. En ons te laten leiden bij de hand als een kind dat alleen de weg niet weet. En het is zijn verlangen dat wij geheel en al voor hem zullen leven. Lieve mensen, wat staat hier geschreven in het tweede vers? Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. En dat gij de kwade niet kunt verdragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn. En zij zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. Dit zijn bijzondere woorden. Geschreven in de eerste plaats natuurlijk aan de boodschapper. Die boodschapper geeft het door aan de gemeente. Dus het komt in de eerste plaats naar hem. En dan ook naar de gemeente. Zo mag een ieder zichzelf beproeven. En ja, het was de gemeente van Efeze. En zo komt het vandaag tot ons. Lieve mensen, als wij het woord bestuderen om dat door te geven aan een ander, dan komt het in de eerste plaats tot onszelf. Dan is aan ons in de eerste plaats de vraag: hoe ben jij ten opzichte van God? Hoe sta jij? Op welk fundament bouw jij je leven? Welke waarheid is voor jou doorslaggevend? Wat geeft richting in jouw leven? Waar gaan jouw verlangens naar uit? Ik weet uw werken en uw arbeid, Heer Jezus Christus, die dan wandelt door die gemeentes. Die weet van die werken. Hij ziet ze. Hij beproeft ze. Hij kent hun arbeid, maar ook hun lijdzaamheid. Hoe ze geduldig zijn. Te midden waar ongeduld zou willen opkruipen. Waar boosheid omhoog zou willen komen. Waar het gevoel kan komen van het bijltje erbij willen neergooien. Nee, ik ken uw lijdzaamheid. Ik ken uw geduld. Ik weet van jullie werken en van jullie arbeid. En dat gij de kwade niet kunt dragen. Jullie geven degene die boze ideeën hebben, kwade afwijkende ideeën van mij en van mijn woord, geen ruimte. Jullie kunnen ze niet verdragen. Jullie doen ze weg uit jullie midden. En gij het beproefd, degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. Deze mensen hadden de geest van onderscheid. Zij beproefden dat wat daar verteld werd. Dat wat daar nageleefd werd. En ze zeggen: dit is niet overeenkomstig de heilige wil van God. Deze gemeente van Efeze had ook de brieven van Paulus, onderwijs van Paulus genoten. Zij wisten dat zij niet moesten wijken van het eenvoudige gehoorzame leven aan God. Lees voor jezelf de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze nog eens na. Nee, zij konden dat niet dragen. Zij zeiden weg tegen die valse apostelen, die valse leraars, waar Paulus ook voor gewaarschuwd heeft. Er zullen wolven binnenkomen, grijpende wolven. Ze doen zich voor als schapen. Ze infiltreren in de kudde, om dan de kudde te gaan beïnvloeden, te manipuleren, over te nemen. Of zij doen zich voor als een voorganger. Zij komen het woord delen, maar het woord wijkt af van de eenvoud van het evangelie. En langzaam maar zeker wordt de gemeente weggevoerd bij de eenvoud van Gods heilige woord. Dat is het belangrijk voor ons om ook steeds te toetsen welke leringen er bij ons in de gemeentes binnendringen. Is het naar het woord? Is het naar de schriften? Zoals de Bereërs. Iedere keer als daar een woord gedeeld was, onderzochten of het al zo was zoals het in de schriften stond. Laten wij afrekenen met hen die valse leringen brengen. Laten we nee zeggen daartegen. Laten we onze oren ervoor toestoppen. En laten we God bidden om de geest van onderscheid. Lieve mensen, het was hier in deze tijd. Hoeveel te meer vandaag. De Griekse filosofieën. Allerlei invloeden zijn er binnengekomen toen de tijd. Die grote bibliotheek waar al die perkamenten lagen. Die hadden zo een invloed op het denken van de mensen.
En de mensen dachten met hun kennis tot het hogere te kunnen stijgen. Van de week had ik nog een gesprek met een man die vroeger een gelovige was geweest. Totdat hij ging studeren. Totdat hij zich vragen ging stellen. En hij niet langer zijn reden kon voegen met het geloof. En het geloof vaarwel heeft gezegd. Lieve mensen, een gesprek van 5 uur lang hebben we mogen voeren over die lieve heiland die zijn leven heeft gegeven. God is goed. God is groot. Laten we met elkaar bidden dat het evangelieboodschap kracht mag doen in de harten van jou en van mij. En van de mensen om ons heen, waar we het zaad mogen zaaien door hoe we zijn. Door wat we niet zeggen, wat we wel zeggen, wat we niet doen en wat we wel doen. Laten wij lief hebben. En laten we de leugenaars niet verdragen. Maar laten we hen de mond snoeren en ons ervan afkeren. En dan het derde vers. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Ja, vanwege die geest van onderscheid hebben ze natuurlijk ook tegenstand gekregen. Werden ze uitgemaakt voor wettische mensen. Werden ze uitgemaakt voor liefdeloze mensen. Voor kritische mensen. Lieve mensen, op het moment dat wij het woord van God recht snijden, dan worden we uitgemaakt voor van alles en nog wat. Dan worden we in een kwaad daglicht gesteld. Waarom? Omdat de valse oecumene het licht niet kan verdragen. Het koestert zich bij een vals licht. Laten wij ons, o lieve mensen, baden in het licht dat van het lieflijke aangezicht van de Heer Jezus Christus afstraalt. En laten wij niet liefjes omgaan, niet zachtzinnig omgaan met leugenaars en met leugenachtige invloeden in ons denken, in ons midden. Want het zal ons bezoedelen. Maar wees ook geduldig. Als je in een kwaad daglicht gesteld wordt, als er kwaad over je gesproken wordt, wees geduldig. Verdraag het maar. Deze Efeziërs hebben ons daarin een voorbeeld nagelaten. Ze hebben geduld gehad, ze hebben verdragen. En ze hebben om mijns naams wil, zegt de Heer Jezus Christus, gearbeid zonder moeten worden. Wat waren deze mensen vurig? Wat waren deze mensen getrouw? Wat waren deze mensen voorbeelden voor ons? Maar nou komt het. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ach, toen je tot geloof kwam. Toen je zo mij als zaligmaker leerde kennen. Wat was je vol verwondering. Wat was je vol aanbidding. Wat was je hart week. Wat was je blijmoedig. Wat was je zachtmoedig. Wat was je vol van liefde en passie om heel je leven voor mij alleen te leven. Lieve mensen, die eerste liefde. Die kan niet leven met ongerechtigheid. Die kan niet leven in zonde. Die laat geen zonde toe in het eigen leven, maar zal ook het leven van de ander, waar zonde gezien wordt, vermanen en liefdevol toespreken. Het is die liefde van de Heer Jezus Christus zelf die het hart vervult en die alles zo licht maakt. En die zo'n verlangen geeft om voor eeuwig bij Hem te zijn. Die zo'n verlangen geeft dat de mensen om je heen ook die lieve heiland leert kennen. Het is alles zo puur. Het is alles zo eenvoudig. Maar ach, de tegenstanden, de beproevingen, de verzoekingen, de valse leerlingen die binnenkwamen, die steeds maar weer beproefd en getoetst moesten worden. De prostitutie om je heen, de onreinheid van de wereld om je heen. Je ziet het. Je ziet het. En het doet iets met je. Het maakt je zo verdrietig. Je kunt je zo verloren voelen in een wereld vol goddeloosheid en ontaarding. En dan zie je daar een broeder afwijken. En daar een zuster het geloof verlaten. En hoe moet het verder? Oh, je maakt je zorgen over de gemeente. En ja, je wil die boodschap scherp houden. Maar die liefde is langzaam maar zeker uit het hart verdwenen. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dan, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeert u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Gedenk waarvan je uitgevallen bent,
Hoe is het in jou en in mijn hart? Efeziërs, ach, jullie zijn eruit uitgevallen. Bekeer je en doe die eerste werken. Die werken die het kenmerk van de liefde droegen. Die werken die zoals vanzelf uit het hart opborrelden en het handen en voeten gaf. En zo niet, ik zal haastelijk bij je komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Die kandelaar, die gemeente, die zal dan worden weggenomen. Je zou kunnen zeggen, Gods geest zelf trekt zich terug. Misschien is er nog wel een vorm. Maar ach, als die eerste liefde, als die prille liefde er niet is. En dat liefdevuur wat ontstoken is in het hart door het werk van de Heilige Geest. En wat brandend wordt gehouden door het werk van de Heilige Geest. Als dat er niet meer is, dan is er niets anders dan een vorm. Het klinkt heel rechtzinnig. En het ziet er mogelijk ook heel rechtzinnig uit. Maar ach, hoe beoordeelt de Heere Jezus ons leven? Hoe is het in onze gemeentes, lieve mensen? Laten we onszelf bezinnen op dit woord. En dan in het zesde vers zegt de Heer Jezus, maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Hier krijgen ze toch nog een bemoedigend woord, een lofprijzing van de Heer Jezus. Ik haat de Nicolaïten. En jullie haten ook die werken van de Nicolaïten. En dat, lieve mens, is een bemoediging waard. De Nicolaïten, wie zijn ze precies? Een sekte, een stroming. De verklarers zijn erover verdeeld. Nicolaïten, van Nico en Laït. Dat is de overheerster over de mensen. Zij kwamen binnen met hun valse leringen. Zij leerden de mensen dat wij met onze geest het koninkrijk van God kunnen aanhangen. Maar met ons vlees toch altijd nog onderworpen zijn aan de zonde en dat ook niet zo'n probleem is. Want ach, we zijn vrijgekocht. En het vlees doet er niet toe. In de verkeerde zin van het woord. En dat te midden van prostitutie. Te midden van onreinheid. En Nicolaïten, zij heersen over het volk. Zij domineren het volk. Wat zij zeggen, dat is de waarheid. En het volk moet daarvoor buigen. Ze gaan gebukt. Hoe is het in onze gemeentes? Hoe is het in onze gemeentes, lieve mensen? Onderzoeken we samen het woord van God? Buigen we samen onze knieën? Bidden we samen God onder leiding van zijn Heilige Geest? Of is het één bepaald figuur die onze gemeente en ons persoonlijke leven domineert? Zoals hij het zegt, zo zal het wel zijn. Want hij heeft ervoor geleerd. Is dat zoals God het ons leert? Als het goed is, is een voorganger die de gemeente meeneemt. En samen uitdaagt om dat woord te onderzoeken. Die humble is, nederig. En waarvan het leven een voorbeeld is. En die zichzelf niet zo hoog aanslaat. Maar die de Heer Jezus Christus als zijn grootste vervulling kent. Die de Heer Jezus Christus kent als zijn overste leidsman. En die zijn voetstappen drukt en zegt, kom, wees mede mijn navolgers, gelijk ik van Christus. Lieve mensen, zo worden we allemaal opgeroepen om voorgangers te zijn. Wel gelukzalig die gemeente die zo'n voorganger of zulke voorgangers heeft. Nicolaïten, laten we ze haten. Laten we ons rein bewaren. En laten wij niet vlees en geest van elkaar gaan scheiden. In die zin dat we zeggen, met de geest kunnen we God dienen, maar met het vlees mogen we de wereld dienen. Nee, want zij die de wereld lief hebben, zijn vijanden van God. Wij kunnen niet God dienen en de mammon. We kunnen niet God dienen en de wereld lief hebben. Nee, lieve mensen, als het goed is, dan leren wij aandoen en afleggen. Dan sterven wij aan onszelf om geheel in Christus Jezus alleen te leven. En dan zegt het zevende vers, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die oren heeft, die horen. Hoe is het met jou en met mijn oren? Zijn onze oren steeds maar gericht op het hier en nu, op het aards, op het zien en zinnelijke? Of zijn onze oren gericht op de Heer Jezus, op zijn stem?
Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer mijn voetstappen drukken, neem je kruis op en volg mij. Ik leg mijn leven af voor de schapen en zij kennen mijn stem. Zij volgen mij. Lieve mensen, dat is de roepstem die tot ons komt. Hoe is het met onze oren? Ik moet ook denken aan de Heer Jezus zelf die zegt, ga je mij het oor doorboord? Zoals een slaaf gekomen was aan het einde van zijn periode en vrijgelaten mocht worden. Maar als die slaaf zegt, nee meester, ik wil bij u blijven, ik wil u dienen. Dan werd zijn oor genomen en aan de deurpost gelegd en dan werd hij doorpriemd, met een priem aan de deurpost gestoken. En zo mogen wij ons oor geven aan God. Heer, ik wil alleen voor u en voor u leven. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, dat vraagt inzet, dat vraagt strijd, strijd de goede strijd. Dat vraagt vernedering, verootmoediging voor de Heere. Dat vraagt inzicht in onze eigen zwakheid. En hoe meer we dat zien, lieve mensen, hoe meer we weten dat we afhankelijk zijn van God. Maar wat een genadevolle boodschap. God is almachtig. En zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht of tot volheid. Laten we samen die goede strijd strijden, want die overwint. Ik, zegt de Heer Jezus, zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Die boom des levens, die tegenover die dadelpalm staat als symbool van Artemis, de Diana der Efezeren. Nee, daar hoeven we niet van te eten, niet van die vrucht. Nee, wij mogen eten van de boom des levens, die niemand minder is als de Heer Jezus Christus. O halleluja, die in het midden van het paradijs Gods is. Wat een boodschap die tot ons komt vandaag. Wij mogen onszelf ernaast leggen en bidden. O God, wilt u mij leiden in alle waarheid, dat ik te midden van een goddeloze wereld de goede strijd mag strijden. Want de boodschap van de Heer Jezus Christus is, als jullie je niet bekeren, gemeente van Efeze, dan zal ik de kandelaar van je weren. En als je nu gaat kijken in Efeze, dan zie je ruïnes. Dan zie je een grote stad die gebouwd is. Maar waar zijn de gelovigen? Waar is de gemeente? Lieve mensen, als dat gegolden heeft voor deze gemeente, geldt het dan ook niet voor ons? Is het niet een boodschap die ons moet waarschuwen? Hoeveel oprechte gemeentes zijn er geweest die vandaag de dag niet meer bestaan? Hoeveel mensen waren eens in vuur en vlam voor de Heer Jezus Christus? We willen vandaag niet voor hem weten, want dat zijn ze overgroeid. Ze hebben wijsheid en inzicht gekregen en weten zichzelf nu op de been te houden met allerlei spranken, zou het woord zeggen, met eigen vuurtjes. Ze wandelen niet in het licht dat van het aangezicht van God straalt. Laten we voor hem met elkaar bidden. Laten wij de Nicolaïten niet toe om ons te beïnvloeden in ons denken. En laten wij de valse apostelen niet in ons midden optreden. En laten we zelf waken om in alles oprecht, rein en heilig te wandelen voor God. Aan zijn boezem, dat is de beste plek. En Johannes, die mocht daar liggen aan de boezem van de Heer Jezus Christus. Wat wij nodig hebben, ja wat deze wereld nodig heeft, is jou en mij in vuur en vlam. Die ontstoken is door de Heilige Geest. O, hoe is het met mij? En hoe is het met jou? Zijn wij nog in die eerste liefde? Of mogen we naar terugkeren? Heer Jezus, ontferm u over ons. Vader, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En was en reinig ons van elke bezoedeling van de wereld. Of het nou de goddeloze wereld is, vol met duisternis, prostitutie, hoererij en wat dan? Of dat het de wereld is van de kennis, de Griekse filosofie en de theologische overheersing die afbreuk doet aan de eenvoud van het leven in uw gemeenschap. O God, wees ons genadig. De Heer zegene ons. Hij vervulle ons met zijn liefde en geef dat we zo tot een rijke zegen mogen zijn voor de wereld die Jezus nodig heeft. In Jezus' naam, wees gezegend.